Om hun stem duidelijk te laten horen over de situatie in het land, hebben personen en organisaties zich verenigd in de groep Het Burgercollectief. Deze bundeling zal activiteiten organiseren om burgers de kans te geven hun mening te uiten over hetgeen zich in ons land afspeelt. Ook protestacties zouden daar onderdeel van kunnen zijn. Het Burgercollectief bestaat vooralsnog uit We Zijn Moe, City Serenang, Stichting 8 december 1982 en ACMOS. Verder wordt het collectief ondersteund door DA91. Vandaag heeft het Burgercollectief een persconferentie belegd om de gemeenschap informatie te verschaffen over hun plannen. Belangrijk voor het collectief is dat het bewustwordingsproces actief wordt begeleid. Volgens een van de initiatiefnemers, Sjaan Binda, is het slechts een handjevol mensen dat zich verrijkt. Het merendeel van de samenleving wordt met loze beloften opgezadeld, geeft Binda aan. Als u ziet wat de omstandigheden in de stad zijn, in Groot Paramaribo, dat mensen verstoken zijn van de eerste levensbehoeften, dat er geen brood gekocht kan worden, dat er geen medicamenten te vinden zijn. We zijn zelf in het achterland geweest, we hebben bepaalde dorpen bezocht en het is triest. Ik zag u zeggen, het is triest wat op dit moment gebeurt. De mensen urbaniseren naar de stad, sterk, om hier eigenlijk een tweederangs burger te worden. Waar ze het goed, mooi land dat ze daar hebben, waar ze hebben gewerkt, gewoond, moeten verlaten. Alleen vanwege de armoede die hun intrede doet. En we zien op dit moment geen enkel zicht van oplossing. Integendeel worden er steeds consultaties gehouden. Maar ik zal u zeggen, we hebben geen geloof meer in consultaties. Er gaan reshuffelings komen. Het zijn allemaal zaken waarmee we reeds geconfronteerd zijn geworden. En het heeft geen enkele verbetering gebracht. Vandaar dat de voorzitters en bestuursleden van verschillende organisaties die hier zitten, iedereen is verbonden aan een organisatie, hebben besloten om in collectiviteit eigenlijk zaken te bespreken. Binda zegt verder dat het collectief open staat voor een ieder. Hij heeft het geloof dat de groep in een rap tempo zal groeien. Volgens mede-initiatiefnemer Brian Boerleider komt er het op neer dat de groep wil dat de regering weggaat. Er is meer dan genoeg ruimte aan deze regering gegeven om haar kunnen te bewijzen. Niet één regeertermijn, we gaan zomaar door. En blijkt dat hoe langer we met deze mensen doorgaan, hoe meer of hoe dieper we in de problemen komen. Dat gezegd hebbende, denk ik dat het vrij duidelijk is dat met al de mooie plannen die er in het verleden waren, toen we onze eigen geld hadden, is er geen ontwikkeling gebracht. Integendeel zijn we in een gat gestort. Men houdt ervan om nu aan te geven dat we problemen hebben gehad, de prijzen zijn omlaag gegaan in de mijnbouwsector. Maar men vergeet om te zeggen dat de prijzen eerst omhoog zijn gegaan en dan omlaag. En toen, in die periode, werd er ook al geroepen en gewaarschuwd over het zuinig omgaan met de extra gelden. Toch? Zelfs toen is er niet geluisterd. We zitten in de problemen, dan nog horen we dat er steeds meer geld verdwijnt. Dat zaken steeds erger gaan. Op basis van al dat zeggen wij inderdaad van, het kan zo niet verder. Onder deze mensen is er geen ontwikkeling mogelijk. We zien juist dat integere mensen van hun posten worden weggehaald om mensen te zetten die voor alles ja knikken. En precies daar beginnen de problemen. Dat was Brian Boerleider van het Burgerlijk Collectief. Het Burgerlijk Collectief heeft zich als doel gesteld om hun stem te laten horen over de situatie in ons land.